Stel je voor, je maakt een lekker ritje in de auto, maar omdat het glad is, slip je. En voordat je het weet, lig jij met je auto in de sloot. Wat doe je dan? Ik weet het niet. Ga ik voor je uitzoeken. Als je met een auto in het water terechtkomt, moet je er natuurlijk zo snel mogelijk uit. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit is Arjan. Hij kan je leren hoe je zo snel mogelijk uit een zinkende auto ontsnapt. Dit is het eerste wat je doet. Gordel losmaken. Eerst wat ik doe, maar gaat hij los? Gaat los. Oké, stap 1, gordel los. Gordel los. Raampje naar beneden draaien. Zijn dit geen elektrische ramen? Geen elektrische ramen. Heb je elektrische ramen, dan heb je het hamertje nodig. Ja, maar dat is wel even belangrijk, volgens mij. Want heeft iedereen zo'n rood hamertje, is dat, hè? Ja, zo'n rood hamertje, ja. Die je in de auto kan vinden, een life hammer. Ja. Heeft iedereen die in de auto? Niet iedereen heeft die nog in de auto, helaas niet. Maar stel je nou voor dat je dus in een auto zit met elektrische ramen... Ja. En je hebt geen hamertje en je komt in het water terecht... dan ben je gewoon reddeloos verloren. Dan, is het heel, dan krijg je het heel benauwd. Ik vind het echt helemaal niet leuk als je dit zo zegt. Want ik bedoel, nu klinkt het makkelijk, maar ik ben dus bang dat ik echt in paniek raak. Ik zit naast je. Dus ik zal je altijd alle aanwijzingen nog een keer herhalen voor je. Dat je het goed opslaat in je geheugen. Oké, okay, dus jij gaat mij redden. Ik ga jou redden. Als ik helemaal in paniek raak en ik gewoon niet meer weet wat ik moet doen. Ja, ik ga jou redden. Oké, okay, Arjan. Ja. Ik ben er klaar voor. Ja? Nee, je bent niet we gaan het doen. We gaan eerst je nieuwe vastmaken. Oh ja. Tijd voor poging 1. Rachel moet door het raam uit de auto ontsnappen nog voordat de auto zinkt. Maar wat nu als je veel harder in het water terechtkomt? Oké, poging 2. Ik ben gelukkig al mat. Nu moet Rachel blijven zitten tot de auto is gezonken. En dan pas mag ze eruit. Ja, nu wordt het wel echt spannend, want nu gaan we helemaal onder water. En daar zit ik een beetje tegenop, omdat ik echt heel bang ben dat ik gewoon in ademnood kom. We gaan meemaken. Heftiger, hè? En ik ben gewoon... Je denkt, oké, ik heb best wel controle. Maar het moment dat je dus voelt dat je je adem in moet houden... het raam zit dicht en gaat ook niet meer makkelijk open. Maar je ziet ook helemaal niks meer. Terwijl Rachel ontsnapt, komt haar vinger ook nog klem te zitten tussen de deur. En ik dacht, ik wil er alleen maar uit. Mijn hoofd alleen maar eruit. En ik wist niet of het raam genoeg gezakt was. Dus ik ben er maar gewoon uitgevlucht. En gewond geraakt. Nu gaan we over de kop. Oké, nou, ik was best wel chill en nu begin ik weer te trillen. Oké, laten we het gewoon doen. Ja, we gaan het gewoon doen. Kom op. Dit als je gewoon in het water ligt, het is koud, je weet niet wat er gebeurt. Nu heb ik echt momenten gehad dat ik me kon voorbereiden en zelfs dit was echt al doodeng. Ja, iedereen reageert op een andere manier, maar daarom is het ook goed om zo'n training een keer gevolgd te hebben. En het gaat er echt allemaal om dat je je kop erbij houdt.